Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Er ligt een krachtig hoge drukgebied boven Centraal-Europa en dat zorgt voor koud winterweer in Nederland, België, Frankrijk en in Duitsland en ook in de Alpenlanden. We zien op de satellietfoto van half 1 vanmiddag ook sneeuw liggen in delen van Duitsland en ook in Tsjechië. En we zien ook wat wolken boven de Noordzee en boven de Britse eilanden. Die wolken horen bij een zwakke storing. Die komt langzaam nog wat dichterbij, en met name de noordelijke helft van Nederland krijgt te maken met die wolkenvelden. Dat gebeurt vanavond al. In het midden en zuiden zien we dan nog flinke opklaringen. De temperatuur zakt overal weer onder het vriespunt en er staat een zwakke tot matige wind uit veranderlijke richting. Komende nacht uiteindelijk minima tussen de 0 en min 6 graden, met de meeste lage temperaturen in het zuiden van het land, daar de meeste opklaringen ook. In de noordelijke helft van het land zoals gezegd veel meer bewolking en ook hogere minima. Morgen overdag houdt die tweedeling aan. In het noorden de meeste wolkenvelden, in het midden en zuiden vrij geregeld zon. De middagtemperatuur uiteindelijk zo'n 0 tot plus 4 graden boven nul. Maar de luchtvochtigheid is nog vrij laag. Dat zorgt ervoor dat het schaatsijs niet echt wordt aangetast. Dus eigenlijk prima schaatsweer met weinig wind. Dan de dagen daarna. Op zaterdag en zondag zien we dat het gewoon rustig weer blijft. Op zaterdag, met name in het noorden, nog steeds die wolkenvelden. Op zondag schijnt overal de zon geregeld. Maandag zien we weer iets meer wolken komen. De middagtemperatuur ligt over het algemeen net iets boven het vriespunt, zo tussen de 1 en lokaal 4 graden. In de nachten gaat het licht tot matig vriezen. Met name de nacht na zondag kan het wel eens weer richting de min 8 graden gaan verder in het binnenland. En dan dat schaatsijs. We hebben het al gezien, er kan op heel wat plaatsen inmiddels geschaatst worden. De schaatsdikte, de ijsdikte, die gaat in de loop van de tijd nog een klein beetje toenemen. Nu is het een centimeter of drie en dat is dan op water van ongeveer een meter diepte. In de loop van volgende week is de ijsdikte een centimeter of zes. Er komt niet heel veel mee bij, maar er gaat ook niet zoveel van af. Pas later in de volgende week, als de temperaturen duidelijk nog wat verder gaan oplopen, dan zien we de ijsdikte langzaam weer wat afnemen. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl